En als je dan veroordeeld bent tot een celstraf, dan begint het gevangenisavontuur hier voor je als gedetineerde. Door deze poort word je binnengereden in zo'n busje van de dienst justitiële inrichtingen. Word je hier uitgelaten. Kijk je naar boven, een gaasje. Dus als het regent, dan wil je snel naar binnen en dan kom je hier in de gang en dan sta je binnen. Hier staat Sander. Jij bent aan het werk hier op de visitatie, zoals dat heet. De eerste afdeling waar de gedetineerden komen. Deze deur is belangrijk, hè? Want dit is de deur naar de buitenwereld. En daar heeft bijna niemand de sleutel van. Nee, hier heeft niemand de sleutel van. En inderdaad, dit is de sleutel, de deur naar buiten, ja. De belangrijkste deur van de inrichting voor de gedetineerden. Wat gebeurt er nou verder als ze deze gang doorlopen dadelijk? Als ze deze gang doorlopen, dan plaatsen ze hun kistje op de tafel aan de rechterkant. Die wordt door de röntgenapparaat gehaald. Dan kijken wij alvast globaal wat erin zit en eventueel gevaarlijke spullen. Daarna worden ze in de wachtruimte geplaatst, worden ze door ons binnengeroepen, gaan wij de spullen nakijken. Worden ze ingeschreven, daar komt de medische dienst komt erbij, die doet een intake. En verder is wordt er een foto gemaakt die heel de periode in de gevangenis gebruikt wordt. Een bekende mugshot. Ja, inderdaad. Precies. En jij zei een kistje nemen ze mee met spullen, wat nemen ze mee? Ja, over het algemeen zitten er kleren in, etenswaren en af en toe nog wel een DVD-speler of een PlayStation. En wat ontdek jij nou aan dingen die niet naar binnen mogen? Wat is het bijzonderste wat je gevonden hebt? Ja, drugs en telefoons. En voor de rest, steekwapens, mesjes, schaartjes met scherpe punten en zo, die mogen niet naar binnen toe. Dan is het straks over 2 weken is het hier gedaan voor alle gevangenen, ook voor het personeel. Dan is dit ook weer de laatste gang die ze naar buiten gaan. Ja, inderdaad. We hebben er nog 13 zitten en die zullen alle 13 hier over het bruggetje het busje instappen en weer terug naar België gaan.